Hier zie je een deel van ons zonnestelsel van boven bekeken. Alle planeten, dus ook de aarde in het blauw, draaien om de zon. Copernicus was de eerste die dit doorhad. Veel van zijn tijdgenoten verklaarden hem voor gek. En dat is ook niet zo vreemd, want kijk maar eens wat er gebeurt als je het vanaf de aarde bekijkt. Nu lijkt het alsof alle planeten en de zon om de aarde draaien. Toch maken de planeten dan vreemde bewegingen. Toen Galileo Galilei in 1609 met de eerste telescoop naar deze planeten keek, bestudeerde hij ze goed en zag dat ze de volgende beweging maakten. Alle cirkels gaan om de zon en niet om de aarde. De zon is dus het middelpunt.